Jurgen Matthijs, jouw collega's, jouw teamgenoten met mutsen, met handschoenen, met allemaal dingen voor de nek. Het is zo koud. Was dat zo koud? Als je eenmaal in beweging bent, valt het wel mee. De eerste 5 minuten als je stilstaat en de warming-up gaat doen, dan is het wat fris. Maar als je eenmaal beweegt, dan is er niks aan de hand. Want hoe is het om te voetballen met dit weer? Nou, vandaag is het prima te doen. Ik denk dat we een paar dagen geleden, was het natuurlijk wat lastiger door alle sneeuw. Het was bevroren, dus het was moeilijk. Maar zoals vandaag is het prima te doen. En hoe fijn is het dan dat jullie naar de arena gaan waar het dak dicht is, waar het veld hopelijk goed bespeelbaar is? Want in de arena is het altijd nog maar de vraag natuurlijk. Ja, is dat fijn? Nee, het is altijd, als je daar mag spelen, is altijd mooi. Het veld is 9 van de 10 keer prima. Dus dat is iets om naar uit te kijken en het is altijd leuk en mooi om daar te spelen. Ja, is dat zo? Is dat dan een van de wedstrijden als je het speelschema ziet, hè, waarvan je dan kijkt, in december mogen we naar de arena? Nou, zo is het ook niet, maar het is nou eenmaal zo dat het stadion van bijvoorbeeld een Ajax, PSV, Feyenoord, daar is toch een bepaalde sfeer, er zitten veel man. En uiteindelijk doe je het daar toch voor. Het is niet zo dat je van tevoren kijkt wanneer je tegen die club zult, maar als het eenmaal op het programma staat, dan is het leuk. Hoe groot is de kans dat jullie daar gaan winnen of een punt gaan weghalen? Nee, ik denk dat wij elke wedstrijd kans hebben om punten binnen te halen. Het is natuurlijk, Ajax is een goede ploeg, daar moeten wij ons tegen wapenen. En ik denk als wij gewoon met z'n allen voor elkaar door het vuur willen gaan, dat we het beste ervan kunnen maken. En dan zie je wel wat het resultaat is. Als we naar Ajax kijken, zij hadden het een tijdje lastig, maar het lijkt nu, als de wedstrijd tegen PSV natuurlijk als voorbeeld nemen, ik neem aan dat je die gezien hebt, dat ze het een beetje op de rit hebben. Ja, ik denk dat ze hebben het goed gedaan. Tegen PSV, wat uiteindelijk volgens mij 1 wedstrijd had verloren, dan doen ze heel goed. Ik denk dat Ajax altijd wel een goede selectie heeft en het is duidelijk dat er veel kwaliteit zit. Of ze nou winnen of niet de week ervoor, het is altijd lastig om tegen Ajax te spelen. En dat is duidelijk. Waar kunnen jullie Ajax pijn doen? We hebben jullie natuurlijk in uitwedstrijden gezien, hè, bij AZ. Dat soort wedstrijden. Tegen PSV hadden jullie misschien wel rechten op iets meer. Hoe goed zijn jullie tegen de wat sterkere ploegen? Ja, ik denk dat we het in ieder geval laten zien wat we kunnen tegen grote clubs. Maar ik denk bijvoorbeeld tegen AZ uit, dat je daar uiteindelijk toch met op inzet daar wint. Ik denk als je dat morgen ook kan doen, dat je het eigenlijk ook heel lastig kan maken. Ik denk dat wij dat sowieso elke wedstrijd moeten doen. Ik denk dat we gewoon vervelend moeten zijn voor de tegenstander. Zoals ik al zeg, als je alles geeft, dan zie je wel waar het eindigt. Want tegen PEC ging dat al wat beter. Trainer Mitchell van der Haag zei net ook al, daar was ik wel tevreden over hoe wij eigenlijk gespeeld hebben qua inzet. Ook vooral, dat was tegen NAC wat minder. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat jullie tegen, net zo spelen als tegen PEC en niet zoals NAC? Nou, ik denk dat wel onze basis moet zijn. Ik denk dat wij het vooral moeten hebben van inzet, duelkracht. Gewoon het duel spelen met z'n allen. Voor elkaar problemen op willen lossen. En dat hebben we absoluut niet gedaan tegen NAC. En ik denk dat je wat je tegen Zwolle laat zien op basis van inzet en arbeid wat je levert, dat dat eigenlijk elke week zo moet zijn. En er is geen excuus voor als het niet zo is. Want ik denk als wij het niet doen, zoals tegen NAC, dat je eigenlijk niet kansloos onderuit gaat, maar dan wordt het wel echt heel lastig. En we hebben het sowieso al lastig in de uitwedstrijd tegen Ajax. Dus ik denk dat je op zijn minst hetzelfde moet brengen als tegen Zwolle. Nu staat er een andere keeper achter jou. Is dat nog anders qua coaching, qua trappen, qua hoe je gaat voetballen? Nee, ik denk dat een keuze is die helemaal aan de trainer is. En dat is niet aan ons. Ik denk dat, hij praat Nederlands, maar ik denk dat wij allemaal slim genoeg zijn om de coaching van Umi ook te verstaan. Dus dat is allemaal wat de buitenwereld zegt. En ik denk dat het verder aan de trainer is om dat te beslissen. Nee, maar ik bedoel, speel je nu een bal sneller terug of juist niet? Of denk je daar helemaal niet over na? Nee, dat is iets waar je absoluut niet over nadenkt. Vooral in de wedstrijd niet. En ik denk dat we hem nu ook terugspeelden. Dat deden we Umi ook. En dat is eigenlijk niet iets waar je mee bezig bent in de wedstrijd.